FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Nadat er vrijdag met 0-8 gewonnen werd van SV De Rijp, was zaterdag op het sportcomplex van de Alkmaarse Boys KRC Genk de tegenstander. De ploeg van Wim Jong begon gretig aan de wedstrijd. Na goed doorstomen komt Derry John Murkin hier een halve meter tekort om de keeper te testen. Ook KRC Genk kwam tot een kans in de openingsfase. Japans smaakmaker Junya Ito komt hier oog in oog met Barry Lauwers, maar die keert de inzet van Ito knap. In de 12e minuut kwam de beloning voor een sterke openingsfase. Na het goede druk zetten van Murkin wordt Van Michem bediend en hij legt de bal keurig in de korte hoek. 1-0. FC Volendam bleef ook in het tweede gedeelte van de wedstrijd aanvallen. In de 41e minuut is het hier El Kadiri die na een klutsbal de bal beheerst in de verre hoek tikt. 2-0. Vrijwel direct na het doelpunt van FC Volendam is het hier Dessers die de bal keihard tegen de onderkant van de lat pegelt. In de 54e minuut hier opnieuw een gevaarlijke aanval van FC Volendam. Walid Ulcik zet de bal goed voor en Derry John Murkin kopt de bal feilloos binnen. 3-0. In het laatste half uur van de wedstrijd werd er door beide ploegen volop gewisseld. In de 78e minuut komen de Belgen toch nog tot een goal. Carlos Cuesta kan hier vrij intikken uit een corner. 3-1. In de slotfase van de wedstrijd maakt KRC Genk nog een doelpunt. Andreas Nemeth kan vrij inkoppen uit opnieuw een corner. Eindstand 3-2. Zondag vertrekt FC Volendam naar Vaals voor een trainingskamp. En vrijdag 15 juli is NAC Breda de derde tegenstander in de oefencampagne.